Dames en heren, u gaat direct een stukje psychodrama zien. Een stukje, want het is genomen uit een hele dag psychodrama. Voor het geval u het na wil kijken op internet, zet ik wat dingen op het bord. Psychodrama is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door een meneer Moreno. Het is ongeveer net zo oud als de manier van meneer Freud, de psychoanalyse. Alleen bij meneer Freud moet je praten, en bij Moreno is het praten zelfs secundair. Het psychodrama heeft als kenmerk dat het uitgevoerd wordt, wat je denkt en wat je voelt. Dus als je zegt ik ben kwaad, zal de therapeut zeggen, laat eens zien hoe dat eruit ziet, laat aan ons zien hoe dat is. Dat vergt nogal wat van de mensen. En zeker voor de mensen die u straks gaat zien. Het is namelijk een opname gemaakt in een justitiële inrichting, daarom zijn het alleen mannen, en ze hebben gedwongen psychotherapie. Nu kun je iemand niet in psychotherapie dwingen, dan houdt hij zijn mond dicht en dan is het afgelopen. Dus ik heb gezegd dat het een vrijwillige deelname betrof, en dat ziet u in het begin ook, er komen mensen binnen en gaan weer weg. Nogmaals, het zijn allemaal mannen, en die mannen zijn zeker niet geoefend in het uiten van hun gevoelens. Dus wat je moet doen in het algemeen als je psychodrama doet, en hier in het bijzonder, is dat je eerst zorgt voor veiligheid. En vertrouwen. U ziet het ook aan de opname hoe moeilijk dat is. Hoe is de opname tot stand gekomen? De rechtbank in Arnhem wilde wel eens weten wat ze hun gestraften aandeden wanneer ze zeggen je moet in therapie. En dat was in zo'n 50 jaar geleden zeker nog een probleem. En de rechter ging ervan uit dat je van psychotherapie beter werd. En dat was ook de bedoeling. Nou goed, daar kun je lang en breed over praten. Ik heb er zo mijn eigen ideeën over. Niet alles kan psychotherapeutisch behandeld worden. Bijvoorbeeld, in dit geval heel belangrijk, seksualiteit is niet op zich te beïnvloeden. Het is een drift. Het is net als het eten. Dat kun je wel of niet doen. In dit bijzondere geval is er sprake van een man die een volkomen verkeerd beeld van zichzelf heeft. En dat verkeerde beeld, dat kan psychotherapeutisch behandeld worden. En daarmee is hij dan ook genezen. Er wordt in psychodrama zeker actie gevoerd. En heel bijzonder is dat als een cliënt iets niet kan, wordt hem dat verboden. U ziet op een gegeven moment hoe Victor niet kan praten en dan wordt zijn mond dichtgehouden, zodat de drang tot praten geconcretiseerd, vergroot wordt. Dus wat de cliënt niet kan, wordt hem lijfelijk onmogelijk gemaakt, dan moet hij wel vechten om uit zijn beperkingen te komen. Nogmaals, het is een hele oude opmerking, hele oude opname, zwart-wit. Kijkt u maar, als u vragen hebt, schrijf ze me. Wilt u erover praten voor de camera? Dat zou dat heel spannend zijn, dat zou best leuk zijn.
Veel plezier met de opname. Oké, kun je herhalen wat je net zei? Dat ik deze groep erg moeilijk vind. En mede door het feit dat een hoop mensen of bepaalde mensen in zitten die ik, waar ik precies nog niet mee op kan schieten. Die ver naast mij staan, buiten mij. Wie zijn dat? Er zit hier op het moment nog niemand. Nou, dit is de groep. Dit is de groep vrijwilligers die zich aangeboden heeft. En de rest dan? Dat is nou het principiële verschil met een normale therapie. Bij mij thuis komen de mensen bij me, betalen graag en veel voor therapie. En hier zijn een hoop mensen gewend dat je gesmeekt wordt om aan een therapie deel te nemen. Nou, dat doe ik niet. Ik ben jullie erg erkentelijk dat je gekomen bent. Het is nog essentieel. Ik had meer mensen verwacht. Ik niet. Ben je dat nou echt? Hans van Ditmars, Ton Alzinga, Rob Hollenberg. Waar zijn ze? Ja. Of 11 is half 11, hè. Ik kan het 5 of 10:30 worden, maar ja, 20 minuten of kwartier later als dat de bel gaat. Dat is wel een beetje raar, hè. Oké, maak ik je onvreemd, Jan? Nee, het is de... Wie maakt je onvreemd? Maakt Victor je onvreemd? Gedeeltelijk, ja. Ja, kijk Victor aan. Wat maakt je onvreemd? Realiseer je. Realiseer. Ik respecteer jullie alle twee. Ik moet even aan je wennen. Ik... Ik ken je alleen maar van oppervlak. En... ik ben nogal erg serieus met... verschillende dingen met van mezelf. Dat ik niet zo'n prijs geef. Dat moet echt even van je wennen. Ik ben bang dat je me pijn doet als ik mijn binnenste bloot heb. Ja, ik ben bang dat je me kwetst. Is het voor jou haalbaar als je aan Victor zegt, Victor, als ik mijn binnenste bloot leg, zou je er dan zuinig mee om willen gaan? Zou je er voorzichtig om willen gaan? Probeer het eens, probeer het ook te voelen. Victor, ik mee kwetsbaar opstellen, mijn binnenste laten zien. Zou je er dan voorzichtig mee kunnen omspringen? Zeker wel, Gerard. Wat voel je, Victor? Nou, ik voel me... ja, daarop van Gerard... ja, een stukje angst. Mm-hmm. En wat is je eigen gevoel? Wat voel je zelf? Als je naar hem kijkt, dan zie je... Zijn voeten is over elkaar, hij zit helemaal krampachtig. En hij vraagt aan jou, als ik mijn binnenste bloot leg, zul je er dan zuinig omgaan? En wat voel jij dan? Ik voel me hier eens wel blij. Want dat Gerard het vertrouwen in me stelt. Ja. Want wat Gerard zegt, we kennen elkaar. Alleen maar het overvlakkige hier in huis. En dan ben ik wel blij. Die dat vertrouwen bestel. Je zou graag je misbruiken. Even. Van een stuk van warmte. Hmm. Van. En soms, dan zijn jullie net als de maatschappij. En vertrouwen elkaar niet. Nou, ga je gang. Probeer. Ik heb moeite met Ton. Je hebt moeite met Ton. Wat is... wat is... Hij is vrij taai, dus als je hem opeet, moet je in het lamp koken. Waar heb je moeite mee?
Nee, ik ben nodig om achter te komen. Uiteindelijk ben ik daar altijd in mijn leven voor gevlucht voor moeilijke mensen. Je mensen bent, waar ik moeilijk mee kan omgaan. Je bent altijd gevlucht voor mensen waar je moeilijk mee om kan gaan. Ja. Oké, je kunt vluchten. Nee, ik vlucht niet nergens daarop. Laat me niet meer wegpraten, nergens. Zeg ook wat tegen. Als hij me aankijkt. Ik laat me nergens meer wegpraten. Laat me niet meer. Wie zullen wij doen? Ik probeer het goed. Maar wie van ons twee de bodem van weet. Je stelt jij altijd negatief op tegenover mij. Waar kijk je naar, Tom? Waar kijk je naar? Je kijkt mij gewoon. Waar kijk je naar? Ja? Ja, ze zijn zeer aan die turbo allemaal. Ik weet gewoon niet wat ik ermee moet af en toe. Ik vind het erg moeilijk. Wat vind jij? Om het door te gaan. Ik heb hier een huis niet zo erg veel met te maken, maar je leeft hier toch met elkaar en je moet het toch doen met elkaar hier. En waarom moet je elkaar dan altijd dwars zitten? Dat begrijp ik niet. Hoe komt dat? Hoe komt dat we elkaar dwars zitten? Als het waar is wat hij zegt. Ja, ik denk, ja, wat? Moet ik? Nee, ik vraag het aan de groep. Even pauze. Hoe komt het dat we elkaar dwars zitten hier? Bedreigd voelen. Je voelt je bedreigd hier in huis. Ja. Jij zit niet meer hier in huis. Nee. Succes, hè? Laat de therapie door. Maar jij hebt hier ooit door het huis gelopen als iemand je aanraakte, sloeg je hem neer. Wat is dat? Angst. Angst. Elkaar niet liggen. Elkaar niet liggen. Angst. Ja, dat klopt. Ik heb weinig keer vastgeslagen. Ja, je stond bij het biljart en jij hield mij tegen. Ga niet verder aan, want hij slaat je. Oh, ja. Door de hele kamer heen. De roze. De roze. Ja, je wordt een goede. Je wordt his master's voice. De neurose. Laten we eerst eens even kijken hoe dat is. Hoeveel lui hebben wel eens iemand anders neer willen slaan in dit huis of neer? Geslagen en de hand opsteken. Ja. 1, 2, 3, 4. Nou, dat is een groot verschil. Er zijn er een aantal die het niet doen. Ik heb geen behoefte. Er zijn toch andere manieren? Dan nog eens de hand opsteken. Die het gedaan hebben. Ja, of wilde doen. Hè? Ja, wilde doen. Ja, ja. Er wordt niet veel geslagen hier in huis. Het is wilde doen. Hebben ze, dan kunnen twee kanten opgaan. Jullie mogen het zeggen. Ofwel, 1, 2, 3. Daarvoor is het te gevaarlijk om te slaan. Door ervaringen die ze hebben gehad. Ofwel, we gaan naar die slaanders toe en zeggen, waarom moeten jullie slaan? Even voor de continuïteit van het band, we hebben een pauze genomen. Noteer het nummer. En dan hebben we gezegd, dit was spannend, dat we gaan lopen slompen. Ik heb nog niet heen. Doe dit dat de wand door 9. Kun je dat tegen dat ik je aanraak? Ja. Ja. Misschien dat ik een keer zo doe of zo, dan zou ik daar zijn dat je erg van schrok. Waarom wil je werken? Nou, ik heb aanstaande dinsdag een gesprek met mijn slachtoffer. En nu dat die datum vaststaat, ben ik er constant mee bezig. Ja. En de hele ochtend hier al. Met mijn gedachten dwaal ik steeds af. Ja. We weten nog niet welke kant we op gaan, maar ik heb zo'n bepaalde methodes om te werken. En ik neem heel serieus wat je zegt. Ik was even ontroerd dat je dat bij me bracht. En dan kan denk ik, je moet ook zo vol zitten
Dat je denkt, die me ook helpt, doet het niet toe als ik mijn geholpen word. Ja? Wie zou in deze groep jouw slachtoffer kunnen spelen? Ik zal je dit zeggen. Even de truc van het psychodrama. Laat een moordenaar zijn laatste moord plegen en hij is geen moordenaar meer. Laat een dief zijn laatste diefstal plegen en hij is geen dief meer. Dat is de truc van het psychodrama. Ja? Je kunt in onze maatschappij nog niet echt gaan steken enzovoorts. Maar wat je nou doet is een soort aftreksel ervan maken, een soort schaduwbeeld, een soort foto. Ja? Als je alleen bent in de bias, dan kan een foto van iemand waar je van houdt, kan troost voor je zijn. Dat is niet helemaal iemand, soms is het alleen maar de kop, soms is het alleen maar iets vluchtigs. Toch heeft het waarde voor ons. Nou, vraag ik je, wie van hier in de groep lijkt gewoon intuïtief voor jou het meest op je slachtoffer? Hans. Ja, oké. Dankjewel, ik ben erg blij met deze keus. Die dingen werken namelijk aan twee kanten. Hoe heb je je slachtoffer gemaakt? Hoe was dat? Hoe ging dat? Wat is toen gebeurd? Was het op een feestje, zei je? Nee, het was na een feestje. Het was na een feestje? Ja. En dat ging naar huis gegaan. Toen heb ik een mes gepakt. Haanen. Oogplakband. Ben ik dan naar huis toe gegaan. De ruit van de deur afgeplakt. De ruit ingeslagen, naar binnen gestapt. Naar Balder naar de slaapkamer gegaan. Toen heb ik het naar het lemmet van de mes gepakt. Het handvat op mijn hoofd geslagen. Met de bedoeling om bewusteloos te maken. En toen is overeind gesprongen. En toen ben ik gesteken. Wat is er misgegaan? Wat is misgegaan? Dat ze wakker is geworden. Ze had dus flauw moeten vallen. Ja. Hè? Wat had je dan gedaan? Haar verkrachten. Had je haar verkracht? Wat is dat verkrachten? Want ik lees het in de krant, ik zie het op de film, ik wil van jou weten wat is van jou verkracht. Iemand met geweld nemen, een vrouw met geweld nemen. Dat is juristentaal. Victor, dat is juristentaal. Nou, de woorden van Victor zelf. Van de mens Victor tegenover de mens rond. Mogen we dubbelen? Mogen ze dubbelen? Ja. Dubbel. Verkracht heeft voor mij een vrouw neuken, zonder dat ze zelf wil. Dat is het? Ja. Zonder dat ze het zelf wil, dat is het belangrijkste. Zonder dat ze het zelf wil. Als ze het zelf wil, dan gaat het niet? Nee. Oké. Hoe voel je je nu? Gespannen. Gespannen. Ja. Je staat bijna als iemand die gefuseerd wordt, hè? Handen op de rug gebonden, dan wordt het gefusieerd. Dan heb je ook iets prijsgegeven van jezelf. Je bent dan verrekte kwetsbaar. Dan gaan we horen wat de rest ermee doet. Ja? Eerst, Stef, wat voel jij voor Victor? Ik vraag niet naar jouw gevoel. Wat voel jij voor Victor? En geen mooie praatjes van ik heb wonder jou of zoiets. Of, maar echt wat jij voelt. Als je zegt ik voel afschuw. Nee. Wat voel je voor hem? Ik mag wel, maar hij is ook ergens vaag voor. Ik ken hem niet. Oké, dankjewel. Het is voor jou moeilijk om je gevoel te uiten. Victor werkt nu. Victor mag weten waar hij staat. Wat voel jij voor Victor? Nou, wat afkeer. Ik voel wat afkeer. Oké. Waar voel je afkeer voor? Ik wil dat ook nog even. Ik denk dat ik het wel weet hoor, maar ik wil jou horen graag horen. Omdat ik er zelf een hekel aan heb.
tegen heb. Waar tegen? Nou, van een vrouw mishandelen. Ja. Nou, klinkt het bijna alsof je zegt, ik pik het van mezelf absoluut niet dat ik wel eens een vrouw zou willen mishandelen. Dat is wat je zegt. En nou, mijn afschuw voor mezelf laat ik ook overvloeien naar Victor. Ja? Word je nou bang? Ik word zenuwachtig, ja. Ja, je wordt zenuwachtig, je wordt bang. Maar je bent veilig bij mij. Ja, weet ik. Mijn grootste angst in de groep, kijk, net wat ik gezegd heb, is een hoop van zenuwen is weggegaan. Mm-hmm. Mijn grootste angst gaat nog uit naar jou toe. Ja. Wat kan ik je dan doen, John? Nou, ik weet niet hoe je precies bent. Wat wil je van mij weten, jongen? Nou, ik heb het gevoel dat je, nou, dat je een doordraver bent. Van de keihard tegenin. Ja. Nou, daar heb ik wel grote angst voor. Oké, dus dan zal ik je nou pauzeren bij jou. Ja? Jij bepaalt zelf je tempo. Als ik bij je langskom in de loop van de dag en zeg wat voel jij, en je wilt niet zeggen, dan zeg je tegen mij, ik zeg het niet. Ja? Ja, oké. Dankjewel. Wat voel jij voor Victor? Beginnend sympathiek gevoel. Wat zeg je? Een beginnend sympathiek gevoel. Een beginnend sympathiek gevoel. En dat voel ik. Ja, oké. Ik moet het. Ik kom net bij Sjors vandaan, die zegt ik voel afkeer. En die zegt ik voel een beginnend sympathiek gevoel. En even dacht ik, Victor, hoe verwerk je dat allemaal? Maar ik dacht bij mezelf, nou, dat is zijn probleem. En misschien wel. Mm-hmm. Als het niet lukt, dan hoef ik pas in te krijgen. Dat voel je, hè? Ik voel een beginnend sympathiek gevoel. Ja, ik heb voorkomen begrip voor die jongen. Dat hij dat uitspreekt. Dat doet bij mij zo met die gevoel oproepen. Dankjewel. Goed, ga eens de mensen inpraten. Ik weet niet of je dat kent. Ik ga ze inpraten. Hier zitten mensen drie. En dan ga je. Gaan we zo. Jij gaat ze nou een persoonlijkheid geven. Hoe heet het slachtoffer? Ted. Ja? Nou, wat ik wil is dat je hierachter gaat staan. En dan ga je zeggen: ik ben Ted. Ik ben zo oud. En alles wat je van Ted weet en beleeft, dan. Zodat hij precies de rol van Ted kan overnemen. Ja? Probeer eens. Ik ben Ted Krom. Hoe heet je Ted van je achternaam? Krom. Krom, ja. Ted Krom. Ted Krom. In omstreeks 34, 35. Ik ben getrouwd. Ik heb 4 kinderen. Maar voor de 2e keer getrouwd. Ik lig nu in scheiding. Die bewuste avond word ik wakker. Omdat Victor al een beetje stond. Ken je Victor al? Ja. Je kent hem al. Ja, Victor kwam vaak op de koffie. Mijn radio wordt gerepareerd, pick-up repareren. S'avonds op feestjes. Ik ben vaak bij Victor feestje geweest. Victor gedanst. Heb je nooit gemerkt dat Victor wel zin in je had? Dat was er nooit. Wat was er? Die zin in haar. Want die zeg ik, ben niet bepaald knap. Je bent niet bepaald knap. En je hebt nooit gemerkt dat Victor wel eens iets van je wilde en zo. Dat heb je nooit. Heeft hij nooit laten merken aan je? Nee. Nee. Je bent niet bepaald knap. Hoe lang ben je ongeveer? Ben je langer of korter als Victor? Nee, kleiner toch. Je bent kleiner als Victor? Ja. Praat je snel of langzaam? Nou, ik ben vrij rustig. Praat niet zoveel. Vrij rustig, mevrouw. Niet zoveel praat. Ja. Kun je een voorbeeld geven? Een wat scherpe tong. Ja.
zitten ze in de buurt wel eens tegenaan te hieken. Zijn we wel eens een beetje bang voor je, een beetje boos? Ja. Ja, wat? Bang? Boos? Nou, bang en boos. Bang en boos, ja. Je zegt toch vaak rechtstreeks wat ik denk over mensen. Ik heb verder veel tegenslagen in het leven gehad. Zeg eens, ik ben Eddy. Ik ben Ietske de Jong. Psychotherapeut in Groot Waterland. Geef je groepstherapie. In deze groep zit ook Victor. Om aan te vragen. Mm-hmm. Hoe ervaar je, Victor? Als iemand die hard aan zich werkt. Je kijkt zo naar denken, dit hier, waar denk je dan over na? Ik zie nou even niet meer die man met mezelf. Kom even hier staan dan. Kom even hier staan. Wat zit je met jezelf, Victor? Nou, ik krijg de laatste een hoop complimenten van die team. Daar ben ik nooit gewend geweest. Die is wel toch moeilijk om dat uit te spreken. Trudy, kom maar terug. Je mag hem in. Hij zegt, ik durf niet. Is er iemand anders die dit zou kunnen zijn voor jou? Josh. Ja of nee, Josh? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. We willen proberen. Wat voel je dan? Nou, ik voel me wel even een beetje schuldig tegenover je. Wat dan? Wat is het? Ik was te veel met mezelf bezig. Omdat ik niet aan Sjors, heb ik niet aan Sjors gedacht. Wie is belangrijker voor jou, jij of Sjors? Nou, ik ben wel zelf belangrijk. Het was even opkomen. Dit, nou, ik heb stomme fouten gemaakt. Om jou te zeggen. Om zo te slagen. Je moet gewoon door, oké? Ja, ik ga ook gewoon door. Kun je met je? Ik heb wel die om. Ja, ik kan het wel. Goeiedag, wat houdt hij op? Hallo. Dank je. Ik weet het niet. Wat houdt hij op? Ja. Moet ik hier een receptie op? Ja. Ja, gang. Jullie komen hier uit Lutteren? Ja. Er is nog een aardig gretje hier naartoe heen. Ja, dat doe je. Druk op de weg. Ja, alleen bij Utrecht. Oh, een file. Daar zit hij nou. Dus schof. Wat gaat er nou met me gebeuren? Ik heb altijd naar dit gesprek verlangd. Was het... Victor, waarom wil jij even met me praten? Ik wil eigenlijk helemaal niet met je praten. Ik ben bang van je.
weet niet hoe ik moet beginnen. Ik voel wat pijn van binnen. Mijn keel zit dicht. Wat heb ik met jouw pijn te maken? Ik heb meer pijn te lijden van jou als jij van mij. Ik wil beginnen met uit te leggen wat voor gevoelens ja, dat begrijp ik inderdaad, meneer Van Mensch. Anders hadden we niet om het gesprek. Ik denk niet dat u dat gesprek gevraagd hebt om nog een poging te doen om mevrouw Krom aan te vallen. Wat wilt u eigenlijk uitleggen aan ons? Ik wil proberen duidelijk te maken wat er gebeurd is. Ja, dat hoef je mij niet duidelijk te maken hoor, ik heb het gevoel. Ik weet dat je met die vraag zat. Waarom ik? Daar zit ik nu nog mee. Niet meer schrik. Ik heb zo'n schuld. Ja, eigenlijk, waarom ik? Victor, je houdt jezelf helemaal in dan. Je kunt niet praten, je kunt lichamelijk niet meer. Ik ga proberen je tot leven te brengen door wat jij zelf doet, de anderen te laten doen. Dat je geen verantwoordelijkheid meer te dragen op vrij bent. Zou je Victor willen vasthouden? Behalve zij. Hem achter de bloemen houden en een hand op zijn mond houden. Alles. Ik pas op dat hij aan hij is aan zijn hand gewond geweest. En dat hij echt het in elkaar gedrukt worden voelt. Totdat hij weet wat hij zeggen wil of voor wil. Wat wil je zeggen, Victor? Wat kun je nou zeggen? Dat is me spijt. Maar dat vind ik te goedkoop. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oké, zeg het toch op allerlei manieren. Zeg het zachtjes, zeg het hard. Het spijt me. Het spijt me. Het is goedkoop. Oké, jij vindt het te goedkoop. Maar totdat je de juiste dingen, die bij jouw gevoel passen, gaat zeggen. Ja. Ik wou eens één keer met een vrouw in bed liggen. Ik heb het nog nooit gedaan. Want ik was te bang om tegen een vrouw te spreken. Ik heb er nooit een gehad. Overal krijg ik te horen, op straat, op school, overal. Nou, en alweer, van mij. Gorilla. Gorilla, die neemt al uit. Een gore gorilla. Alleen vrouwen met geweld, hè? Met die bruisende kracht, kleine meisjes mishandelen. Kleine vrouwen al wachten in bed, weten dat de man niet thuis is en dan aanvallen. Gorilla is een gevaarlijk gorilla. Gorilla, gorilla die je bent! Oh, wat heerlijk dat je zo ziet. Oh, heerlijk. Ik geniet van een gorilla die afgemaakt wordt.
mens, wat heerlijk is dat. Man, nog aan toe. Oh, wat een kracht heb ik nou. Ik ben een mens, ik ben geen gorilla. En heerlijk. Ik ben een mens, ik ben geen gorilla. Zeg dat. Zeg dat. Ah, zeg dat. Ik ben een mens. Ik ben Victor. Ja, kom daar vooruit. En ik probeer alles om het goed te maken. Om mezelf te veranderen. Ik ben geen gorilla. Ik ben geen gorilla. Ik ben geen aap. Geen monkey. Zelf in de politierapport staat het. Maar ik ben geen aap. Een afgerichte politieaap. Monkey? Aap? Ik ben geen aap! Een chimpansee ben je. Doe precies wat een ander zegt. Een afgerichte aap ben je. Je past in een rokje met een hoedje op. Een Tiroler hoekje. Ik ben Victor van Menchie. Ik ben geen aap. Zul je dat voelen, Victor, dat je geen aap bent? Ik ben geen aap. En nou al helemaal niet meer. Ben je het ooit geweest dan? Ja, ik dacht toch altijd van, ze hebben het zo vaak tegen mijn gezicht. Schoft. Dan ben jij de moordenaar van Victor van Menchik. Omdat de mensen zeggen dat hij een aap is, is niet gaan geloven. Want die dorst geen meiden aan te spreken. Want jij was toch een aap. En daar willen meiden niet mee omgaan. En nog wel een Duitse aap ook. Een Duitse gorilla. En wat wil je nou, Victor? Victor, inklimmen. Zonder praten verkrachten, dat is de methode van een aap. Waarom heb je een aap van je laten maken? Omdat je zelf geloofde. Gewoon hetzelfde geloofde, hè, op een gegeven moment. Je bent gaan geloven dat je een aap bent, hè. Je kunt haast niet meer praten, hè. Je moet werkelijk vechten om mens te zijn, is het niet? Ik moest er in de slaap nemen. Dus een mens heeft niet besproken. Een aap. Van wie moest je dat? Voor mezelf. Van jezelf, in de slaap. Dan kon ze niet praten. Want kon ze me ook niet zien, kon ze me niets doen. Nee. Kon ze het ook niet verder vertellen. Ja. En als ze geen aap had gezien, dan kon ze zelf niet zeggen, een aap heeft me besprongen. Ja. Dan had ze gezegd dat het Victor was. Als ze een aap had gezien, had ze gezegd, het is Victor geweest. Nee, als ze me gezien had. Ja. Wat zou je nu willen, Victor? Op dit moment. Even loslaten. Laat het even los. Laat los. Dus dat is je gevecht. Dat is je eenzaamheid. Voor mij ben je een mens. Ja, ik weet het nu ook. Voel je het ook? Ik voel het ook. En daarom voel ik me nou ook zo schuldig. Want nu ken ik het wel. Gewoon op een gewone manier met vrouwen naar bed gaan. Met meisjes kennis maken. Lekker uitgaan. Gaan dansen. Daar heb ik al die jaren voor gelopen als aap. En dan moest eerst iets gebeuren. Mm-hmm. Ted, ik was het niet. Het was een aap. Ik was ziek. Ik was gek. Ik was een aap. Ik ben nog geen aap meer. En dat is zo moeilijk om te zeggen. Want wie gelooft nou zoiets? Victor,
Dat was wat ik je duidelijk wou maken. Dit. Ik wil met je praten. Om je te zeggen wat er die avond gebeurd is. Wat er die avond gebeurd is. Met jou. Dat een naaf was. In mijn gestalte. Want ik was een aap. Ze hebben altijd gezegd dat ik een aap ben. En ik ben het op een gegeven moment gaan geloven. Ik ging niet meer met mensen om. Ik zat alleen op mijn kamer. Als ze mijn spullen kapot maakten, liet ik dat gebeuren. Het was niet Ted de mens. Ted, dat was Victor de aap. Ik ben een aap geweest. Victor was erg. En nog beter. Ja. Ik weet niet dat ik geen mens ben. Dat ik geen aap ben. Dat ik een mens ben. Want nu kan ik gewoon met meiden gaan praten. Met meiden gaan uitgaan, dansen. En naar bed gaan. Nou hoef ik niet meer op een manier als een aap te doen, want ik ben geen aap meer. Je bent nog geen aap meer. Je bent nog mens, Victor. Begrijpt u het eigenlijk, de woonvrouw, hoe de Victor tot deze daad is gekomen toen? Ja, ik heb, ja. Nadat ik het nou wel snap, ja. Ja. Ik ben ook erg ondersteboven. Ik had het ook nooit gedacht als hij dat gedaan zou hebben. Daarom vertrouwde Willem die ook zo erg. Daarom is hij ook thuis geweest. Ik heb het toch niet willen zien. Dat het Victor was die dat deed, die dat in zich had. Ik snap je. Wat voel je nou? Luister. Mijn tranen komen. Laat ze komen. Maar moet je het ook niet verwacht. Hij heeft gehuild, ik heb gehuild, we zijn hier. Je mag ook gaan. Rustig moet. Dat je wat rustig over. Ik ga nou iets doen wat alleen de groepstherapie van, wat geweldig moeilijk is. Ik ga van jullie iets vragen namelijk. En van Victor ook. Ik wil dat ieder van jullie zich als een aap aanstelt. En Victor zegt dan tegen Tom, aap wordt weer Tom. Begrijp je dit? Hij heeft het zelf moeten ondergaan zonder het te willen. En dan moet hij leren dat het commando Dorfmens opgevolgd wordt. Ik ga dus vaster maken. Hij heeft gevoelig weer mens. Dan moet hij oppassen dat hij niet een ander tot aap maakt.
Die duim beschrijft de stap is uit. Oké. Ik doe het spel wat het leven met hem gedaan heeft, nou met jullie. Jullie zijn sterk genoeg om weer terug te komen. Hij moet. Ik maak van ieder van jullie een aap. Hij maakt er weer een mens van. Ken je de namen van alle mensen hier? Ja. Oké. Gerard, word een aap. Aap van Gerard Spoens. Gaan door, hè. Het is moeilijk, hè. Je begon helemaal te trillen. Ja, doet goed. Maar het doet goed, hè. Ja, jongen. Doet goed. Tom van der Marel, wordt aap. Aap voor Tom van der Marel. Het weegt heel laag, maar je bent sterk. Je bent een mens. Net als ik. Hè? Tegen mij zijn ze altijd pinda, weet je wel? Nou ben ik weer mens. Dat kan. Word aap. Aap, word ik op. Hans van dit was, word aap. Aap, word Hans. Dit is een ding. Stef, word aap. Ja. Goeiedag. Aap, word Stef. Hoi. Tom, word aap. Aap, wordt Tom. Sjors. Aap, wordt Sjors. Victor, wordt aap. Nee, dat hebben we gehad. Die tijd is lang genoeg. Kom even dicht bij elkaar zitten allemaal. Ted, wat heb je gevoeld als Ted? Al je gevoelens. Ik heb haat gevoeld. Achterdocht. Het was beangstigend, want hij vroeg zo vaak dat hij mocht op bezoek komen. Mm-hmm. Dat wilde ik niet. Ik ben natuurlijk erg bang geweest. Mm-hmm. Ik heb tijdens het bezoek u heel moeilijk getrild. Ja. Daarna heb ik zijn uitleg gehoord en was ik van geschrokken dat er iets met een mens kan gebeuren. Je hebt gehuild, hè? Ik heb gehuild, ja. Tranen gingen over je wangen. En je bent nogal... Oh. Ja.